Na het zomerse weer van de afgelopen dagen kunnen we ons de komende dagen opmaken voor, jawel, een vleugje winter. De wind is gedraaid, waait uit de noordelijke richting, voert vandaag al vrij frisse lucht aan... Maar het is in ieder geval nog relatief zacht ten opzichte van wat ons vanaf de tweede Paasdag staat te wachten. Dan krijgen we echt nog een vleugje winter. Vandaag wolkenvelden die aangevoerd worden in het zuidoosten waren er nog enige tijd felle opklaringen. Die kunnen we ook duidelijk terugzien op de satellietplaat. Hier zien we dat. Maar de zuidelijke Noordzee zit helemaal dicht met laaghangende bewolking en met een noordenwind schuift dat ook over ons land. De temperaturen die de afgelopen dagen flink opliepen, die zijn al een stukje lager. De kaarten kleuren niet meer rood. Komende nacht, bijvoorbeeld, dan zien we blauwe kleuren verschijnen in de kaarten. Landinwaarts daalt de temperatuur tot in de buurt van het vriespunt. Morgen, toch wel weer de groene kleuren, om het zo maar te zeggen. Temperaturen in de dubbele cijfers nog op veel plaatsen in het land. Maar in de nacht naar zondag. Ja, dan koelt het opnieuw flink af en komt het plaatselijk tot een graadje vorst. Maar het stelt nog niets voor ten opzichte van wat ons vanaf Tweede Paasdag staat te wachten. Wat dat betreft is het vandaag best vriendelijk weer. Er zijn wolkenvelden, de meeste in het noorden van het land. In het zuiden de meeste ruimte voor de zon. Daar nog zo'n 11, misschien in Limburg zelfs 12 graden. De wind waait uit het noorden. En ook vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden. Maar klaart het even mooi op, dan kan er wat nevel of mist ontstaan. En daalt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen, vergelijkbaar weer met dat van vandaag. Dat wil zeggen, wolkenvelden. Ook af en toe zonneschijn, droog weer. En in de middag een temperatuur die uitkomt op een graad of 11. Een fractie hoger ten opzichte van vandaag. Zondag, eerste paasdag, verandert er weinig in het weer. Maar, tweede paasdag, krijgen we echt ander weer. De wind gaat aantrekken uit noordelijke richting. En er volgen buien. En dat zijn vooral buien met hagel en natte sneeuw. Tussen de buien door wordt het smiddags een graad of 6. Tijdens buien, en dat geldt overigens ook voor de dinsdag, dan zien we dat de temperatuur soms midden op de dag nog maar net boven het vriespunt ligt. En misschien dat het ergens in de vroege ochtenduren wel eventjes een beetje wit is. Herstel zit er voorlopig niet aan te komen, want als we kijken naar de komende 15 dagen, dan zien we dat er pas op het einde van de 15-daagse periode voorzichtig wat herstel aan zit te komen. Dus lenteweer? Nee, voorlopig niet. Fijn weekend!